Dit is een tip voor iedereen die het lekker vindt om zijn eigen kaas te raspen. Kijk, kaas raspen zelf is hartstikke lekker, lekker vers. Maar die rasp, die wordt hartstikke vettig. Vooral aan de binnenkant blijven er allemaal van die stukjes hangen. En dat is best lastig weg te krijgen. Nou, als je nu een rauwe aardappel neemt, geschild, en die haal je er overheen. Dan heb je geraspte aardappel, kun je rustig van maken. Ook lekker met kaas. Maar als je dat nu afspoelt, dan zie je aan de buitenkant, maar dus ook aan de binnenkant al, dat het vocht van de rauwe aardappel heeft het vet van de kaas meegenomen. Dus je hoeft niet aan de binnenkant te schrobben om de vetlaagjes weg te halen.